best. Oh, heerlijk. Ik heb een ijskool weer gemaakt, jongens. Maar hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag een zonnige doordeweekse dag. Echt helemaal lekker en top dit. Het is echt super lekker weer de afgelopen dagen. Ik ben er even tussenuit geweest. En ik moet zeggen, dat was even lekker. Maar er komen leuke dagen aan. Ik ga namelijk over een paar dagen op vakantie. En ik dacht, ik ga voor die tijd dat ik op vakantie ga, jullie meenemen. Puur om het feit dat... Dat ik jullie gewoon even lekker de voorbereiding kan laten zien. Ik wilde eigenlijk een aparte video opnemen waarin ik jullie laat zien wat ik al met mijn koffer heb gedaan. Maar achteraf dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Want alles is nu ingepakt. Ik heb geen zin om alles er weer uit te halen. En uiteindelijk zien jullie het toch als ik in het huisje zit. Wel een ding. Ik heb voor 2 dagen of voor 2 vakanties moeten inpakken. Dat is pittig. Want je wil eigenlijk dezelfde dingetjes een beetje meenemen naar je vakantie. Maar uiteindelijk kan dat niet, want je moet voor 2 aparte vakanties inpakken. Ik ga namelijk met mijn opa en oma en mijn oom en tante op vakantie. Van 2 tot 6 april. En vervolgens ga ik van 6 april tot 9 april met Ash op vakantie naar de Eemhof. En met mijn oom en tante ga ik naar Aqua Delta. Of zit ik nu op Aqua Delta? Want als jullie dit zien, dan zijn we er al 4 dagen. Uiteraard ga ik daar gewoon vloggen, maar wat ik nu wel even wil meegeven, de vlogs die eraan gaan komen, 2 losse vlogs. Dat is een beetje een ding, want het zit namelijk zo dat mijn oom en tante daar niet zo opgesteld zijn als ik ga vloggen of hun in beeld breng. Überhaupt het hele camera gedoe. Dus het gaat er misschien op lijken dat ik alleen daar ben, in een 8-persoonshuisje. Maar geloof me, hun zijn er ook gewoon bij de komende vlog die eraan gaat komen. Maar ja, ik kan hun dus niet in beeld brengen. En dat vind ik ergens wel jammer, want ze zijn er wel bij. Ze horen er ook gewoon bij, maar ik mag ze niet filmen. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, in ieder geval, maakt niet uit. Alle koffers inpakken en zo, dat is dus allemaal al gedaan. Ik heb nu gewoon lekker een rustig dagje. En ik ben eigenlijk vrij weinig aan het doen. Ik ga zo avondeten. En niet zo heel veel. Het is trouwens echt verrot lekker weer. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga even een ijskoffie maken. Super lekker. Dus ja. Vrij weinig te melden eigenlijk, jongens. Er is... echt heel erg weinig te vertellen. Nu heel erg weinig. Er zijn wat dingetjes boven ook gebeurd. Wat jullie zo meteen wel even gaan zien als ik boven ben. Er liggen hier 2 schoenen dood. Maar nee, ik heb echt... De afgelopen dagen waren echt top en had ik echt even nodig. Maar goed. Lang verhaal kort. Dit gaat allemaal draaien op de komende dagen voor de vakantie. En morgen heb ik een gesprek bij mijn hopelijk eventuele nieuwe werkgever. Ik heb namelijk gesolliciteerd... Waarom is dat het geluid hier zo hard? Ik heb namelijk gesolliciteerd bij Aafje in Rotterdam. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk een half jaar geleden een baan gehad bij de Catharina Stichting in Brielen. Nou, daar beviel het me niet heel erg. Op een gegeven moment ging mijn gezondheid een beetje opspelen. Maar ook zeker de sfeer daar was op een gegeven moment niet meer leuk en niet meer te hard. En ik had het daar niet naar mijn zin. Ik ging op een gegeven moment tegenzin aan mijn werk. Ik was daar echt een beetje een buitenbeentje. Ik werd nergens in meegetrokken. En ik werd daar echt weggecijferd als zijnde helpende. Dus een laag niveau. Ja, weet je, daar kan ik niks aan doen. En ik vond gewoon dat je ten alle tijde je collega's recht hoort te trekken. Ondanks je nou een schoonmaakhulp bent of een of andere verpleegkundige. En dat merkte ik daar wel heel erg. Dus ik had het daar op een gegeven moment niet meer naar mijn zin. En ook mijn gezondheid speelde op. Dus dat was voor mij een goed teken om te zeggen, jongens, ik ga bij jullie weg. Nou ja, nu natuurlijk een behoorlijke tijd werkende als uitzendhulp. Maar ook dat is geen vette hap, kan ik je vertellen, jongens. Ik ga niet alles neerleggen op beeld. Of tenminste uitleggen op beeld. Maar ik kan je wel vertellen dat ik de afgelopen maand €200 of zo heb verdiend. In een hele maand. En dat is geen fuck.
Ik kan mijn vaste lasten daar niet eens van betalen. Dus ja, verder ga ik daar ook niet op in. Verder ook geen probleem. Maar het is niet zo fijn. Weet je, je verwacht gewoon dat je wel redelijk misschien 1000 euro kan verdienen in de maand. Er is me ook verteld toen ik ontslag nam bij Catharina Stichting en weer terugging bij Duurzorg. Van, ah, er is al genoeg werk en het komt helemaal goed. En je kan echt wel gewoon lekker aan de bak. Nu ik daar zit, denk ik echt shit. Dit is echt gewoon, er is niks te doen. De afgelopen 3 weken heb ik gewoon niet gewerkt omdat er geen werk was, jongens. Dat is niet omdat ik niks aannem of dat ik niet wil. Ik wil heel graag, maar er is gewoon echt helemaal niks. En dat is frustrerend, want ik ben geen type die graag thuis zit. Ik ben geen type die wekenlang niks doet. Ik wil weg, ik wil dingen kunnen doen, ik wil werken. En dat zat er dus niet in de afgelopen tijd. Dus vandaar ook de afgelopen dagen dat ik even lekker afwezig was. Maar goed, maakt niet uit. We're back. Morgen heb ik dus een gesprek met Aafje, iemand van Aafje. Ik heb al telefonisch contact met ze gehad. En het is namelijk zo dat ik morgen een gesprek heb. Daarna mag ik gaan we een afspraak maken om een keertje mee te lopen. En daarna gaan we het beslissen of ik wel of niet in het team pas. Of ik er wil werken. Misschien denk ik na die meeloopochtend wel van nou, doe maar niet. En of hun mij bevallen. Want het moet natuurlijk ook klikken vanuit hun met mij. En niet alleen andersom. Dus dat is ook wel een belangrijk ding. Dus ik ben heel erg benieuwd morgen. Ik ga er morgen heen. Ik heb er wel zin in. Om erheen te gaan. 11:30 moet ik er wezen. Ik ga jullie uiteraard gewoon lekker meenemen. Niet in het gesprek natuurlijk, maar wel gewoon de voor en de na. Hoe het gaat zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik zit trouwens heel erg onder de pukkels en alles. Oh, ik word gebeld. Oké, change of plans. Ik heb een topje aangedaan met een jasje, want het is warm. Maar nagellak eraf gehaald. Want ik heb namelijk nagellak van Impulse. En in de kleur Ivory. Dit is een gel polish. Nog nooit gebruikt. Hij is helemaal nieuw. Ik ga hem openmaken. Ik ga mijn nagels doen. En daarna, deze Pringles bus is geweldig. Daarna ga ik naar mijn opa en oma. Want dan ga ik eten. Dus gaan, wat gingen ze nou eten? Oh, wacht, mijn telefoon. Oh, die ligt beneden. Ik had een TikTok opnemen. Laat maar. Ja, mijn opa en oma die gaan dus, wat gingen ze nou eten? Ik heb nog nooit een gel polish opgehad, hè jongens, besef die eventjes. Dus ik ben zo benieuwd. Ik dacht, ik ga gewoon mijn reactie met jullie vastleggen. Ik denk dat ik dit echt vet ga vinden. Maar ook zo'n gel polish is echt wel iets dat je denkt, Het leuke is trouwens dat we ook zo'n blauw lamp dingetje hebben. Ook van gel polish moet je volgens mij 2 laagjes op. Tenminste, dat, zo lijkt het wel. Want het pakt niet in 1 keer. Ik heb letterlijk nog nooit gel polish gebruikt. Maar ik ben heel benieuwd. 1 voordeel van gel polish. Het blijft vet lang en vet netjes zitten. Maar ik ga even die lampje pakken. En dan ga ik jullie zo meteen het eindresultaat zien. Dit is laag 1. Benieuwd. Oké, het zit erop. Vraag me niet hoe. Wat een drama was dat. Ik moet het nog een beetje bijwerken. Het zit echt midden op mijn nagels. Maar maakt niet uit. Het zit erop. Ik weet niet of ik het echt leuk vind. Ik laat het nu wel gewoon zitten. Ik heb het echt op sommige nagels echt wel 10 keer afgehaald. Maar gel en lak krijg je er vet moeilijk af. Ben ik zojuist achtergekomen. Drama. Maar goed, het zit erop. Ik laat het ook gewoon nu zitten. Ik ga het er niet afhalen. Ik vind het helemaal prima. Ik ga naar mijn opa en oma, want daar ga ik namelijk krootjes met spek eten. En ik ben een beetje behoorlijk laat, want ik had al ongeveer 3 kwartier geleden moeten zijn. Goed, ik ben weer terug thuis. Maar echt, alle foto's komen van de deur. Dat is vreselijk. Maar wat maakt niet uit. Ik hang het zo weer terug. Ik weet niet eens waar het heen, dus ik hang het gewoon op een plek terug. Dat ik denk, daar hangt het mooi. Ik heb hier echt 4 foto's op elkaar gewoon. Waar komt dat vandaan? Echt erg. Nou, eens kijken wie er vannacht naar beneden komt.
alles komt naar beneden. Maar het is voor mij tijd, jongens, om te gaan slapen. Ik heb zojuist daarnet nog even mijn nagels onder de blauwe lampje gelegd. Echt super content mee tot nu toe. Het zit toch allemaal heel goed, stevig. Het voelt niet alsof het er morgen al afvalt. Hoop ik. Ja, ik ga in ieder geval slapen. Morgen heb ik dus mijn gesprek met hopelijk mijn nieuwe werkgever. Het zou zo fijn zijn. Ik hoop het echt heel erg. Maar ik ga dus, ik heb alles klaargelegd voor morgen. Ik moet morgen ook nog een paar laatste boodschappen halen voor de vakantie. En ja, voor de rest heb ik niks meer te doen. Ik ben echt super blij met die nagellak. Alleen, kijk, dit zijn echt dingetjes bij mij. Maar ik moet dan toch best wel heel snel aan irriteren ofzo. Er zit hier echt zo'n heel lelijk stukje wat ik gelakt heb. Dat ik echt denk van, ik wil dat eraf hebben. Ik wil dat weg hebben. Ik moet opnieuw. Maar dat ga ik natuurlijk helemaal niet doen, want daar heb ik geen zin in. Maar ja. Het zijn echt dingen waar ik me echt super erg aan kan irriteren. Maar goed, ik ga slapen. Morgen de grote dag, het gesprek. Ik ben heel erg benieuwd hoe het loopt, of het goed gaat. Ik het wel. Maar goed, tijd om te gaan slapen. Goedemorgen. Nou jongens, ik ben inmiddels wakker. Ik heb me eigenlijk lekker gewassen. Ik ben half aangekleed. Ik ga niet laten zien, want ik sta in een BH en een broek. Maar ik ga even mijn make-up doen. Daarna verder aankleden. En dan ga ik zo meteen weg naar het gesprek. Ik ben heel erg benieuwd. Er zit nog dagcreme op mijn gezicht. Ik ben heel erg benieuwd. Goed, jongens, we zijn inmiddels aangekleed en wel. En ik loop nu onderweg naar Aafje. Herstel dat het 15 minuten lopen is. Ik heb ook nog niet gegeten, dus ik wil ondertussen wel even iets van eten meepikken. Het is trouwens super druk hier altijd bij de slinger. Er zijn super veel auto's en zo. Dus het is altijd wel een beetje levendig hier. Maar het blijft toch altijd wel, vind ik, een hele creepy, aparte, enge buurt. Dus ik ben benieuwd. Ik zie daar al vlaggen. Dus ik denk dat het erachter zit. Het was zo'n 15 minuten lopen, dus ik denk dat het nog wel ergens een beetje meevalt. Maar ik moet wel goed kijken, maar er loopt hier echt... Ik ben niet snel bang of zo, maar er lopen hier toch ook wel echt mensen rond dat ik denk... Nou, ik weet niet wat ik daar dan weer... Dat moet vinden. Aparte figuren, maar goed. Op naar het gebouw en even een broodje halen, want het is nog maar voor 11. Ik had om 11:30 pas een afspraak, dus dat is een beetje laat. Of ik ben een beetje vroeg. Maar goed, het komt wel goed. Goed. Ik had heel even stress, want ik loop en ik zag niks. Ik ben de appie geweest om een flesje drinken en brood te halen. Trouwens wel echt het vieste broodje ever. Maar, jongens, ik heb het gevonden. Ik zit hier achter dit gebouw. Ik ben echt vet erg benieuwd. Ik had al helemaal stemmen. Het is echt nog heel ver lopen. Het is echt een heel lang stuk. Volgende keer de bus, want die stopt hier. Achter me, dus dat is chill. Ik ga even gaan opdrinken. En dan ga ik heel veel wachten nog. Om naar binnen. Goed, ik ben inmiddels thuis en ik moet zeggen, de stress is nu wel een heel klein beetje begonnen voor de vakantie. Want ik heb alles al ingepakt, maar ik kom er nu dus achter dat er nog een aantal dingen zijn die ik nog moet gaan inpakken. En waar ik lichtelijk nu wel een beetje stress over heb, dat ik denk, hoe ga ik het meenemen, hoe wil ik het meenemen, wat wil ik aan? Ik heb echt lichtelijk een beetje stress. Ik moet deze vlog ook nog gaan editen voor ik morgen op vakantie ga. Alles in mijn koffer is zo goed als klaar. Die ga ik ook niet meer openmaken. Omdat ik weet dat als ik hem openmaak dat ik dat er redelijk wat stress uitbreekt. En dat ik denk, oké, wat moet ik niet meenemen? Ik weet dat ik er dingen uithaal die er helemaal niet uit moeten. Maar ja. Kim heeft een beetje stress. En ik wilde eigenlijk een vest meenemen. Maar toen dacht ik, dat ga ik niet doen. Want ik heb 3 truien bij me. Dus dat vind ik niet echt nodig. Ik weet het even niet, jongens. Aan de ene kant wil ik wel een vestje meenemen, want ik heb ook t-shirts in die koffer zitten. Dus vestjes heb ik wel nodig. Ik weet het niet. Ik weet het echt serieus niet. Ik weet eerlijk waar gewoon niet wat ik nu moet doen. Ik wil morgen mijn trui aandoen.
Samen met een hoodie, of trui met een hoodie, samen met een blauwe broek. Want die wil ik graag meenemen en aan. Maar dat betekent dat ik mijn vest nu in de koffer moet gaan doen. Want ik wil wel een vest meenemen, want ja, als ik een t-shirt dan heb en het is koud, wil ik wel gewoon een vest aan kunnen en ook voor gewoon voor foto's. Echt drama jongens, gek word ik ervan. Maar goed, ik ga even checken. Ik weet ook eigenlijk ook helemaal nog niet wat voor handtas ik mee wil nemen. Nog zo'n stress dingetje. Nergens voor nodig, maar ik weet gewoon niet wat voor tas ik meeneem. Ik wil eigenlijk de tas meenemen die ik vandaag bij had. Maar ook weer niet. Vraag me niet waarom. Ik weet het gewoon even niet. Ik ga gewoon even eens nadenken wat ik mee wil nemen. En dan zien we wel. Oké, jongens, ik ben er heel erg bij gaan zitten. Ik ga even draaien voor het licht voor jullie. koffer 1. Ligt hier op de grond. Dit is de koffer die ik meeneem naar M met Esther vakantie. En deze neem ik mee morgen. Waar is de rit? Ik ga hem eens even voor jullie openmaken, zodat jullie het kunnen zien. Niet schrikken. Maar dit is de koffer. Ik heb hier al mijn kleding in zitten. En washandjes, ondergoed heb ik allemaal even bovenop gegooid. Ik twijfel alleen of ik deze roze trui meeneem. Want ik ben dus bang dat ik dit dus gewoon niet ga dragen. Ja, misschien voor 's morgens of zo. Maar ik wil even checken wat voor broeken hierin zaten. Even kijken hoor. Oh ja, die zwarte zit hierin. En die blauwe. Dat is top. Prima. Maar ik zit dus elke keer te denken van joh, moet ik er niet iets uithalen? Want ik denk dus bijvoorbeeld ook dat ik bijvoorbeeld trouwens deze misschien helemaal niet ga dragen. Omdat ik daar een trui heb. Ik heb die hoodie trui. Ik heb shirtjes. Ik heb topjes. Dus ik zit echt een beetje dat ik denk, ja maar ik ga dat volgens mij helemaal niet dragen. Maar ook weer wel. Dus dat is de reden waarom ik het wel gewoon in mijn koffer wil houden. Dus dat jongens. Ik ga hier in ieder geval niet meer doorheen. Ik weet wat erin zit. Het is prima. Het is goed. Alleen ik wil die trui er even in proppen nog. Die oranje. Dan heb ik die roze trui gewoon lekker voor 's morgens. Kan ik het aandoen als ik net wakker ben of zo. En dan heb ik die grijze trui en die oranje trui. Dan heb ik nog een geel truitje hier liggen. Ook een geel die ik aandoe. Ik heb nu nog een shirtje, een effen shirtje met lange mouwen. Maar ik denk dat ik die eruit haal. Zal ik die laten zitten? Die haal ik er wel uit. Ik weet van mezelf dat ik deze nu toch niet ga dragen. Haal die eruit. Dat scheelt toch wel een klein beetje ruimte. Ik heb wel t-shirtjes erin zitten. Dus dat komt echt helemaal goed. Ik ga alleen die oranje trui dus nog even inproppen. En dan, ja. Misschien dat je denkt, trui, Kim, waarom neem je trui mee? Nou is het zo, we zitten dicht bij de kust. En aangezien we dicht bij de kust en bij het water zitten en het komend weekend niet heel erg warm wordt, leek het mij gewoon een goed idee om lekker trui mee te gaan nemen. Want dat is warm, dan hoef je ook niet zo'n hele dikke jas aan. Vart je ook niet zo snel kou en wordt het wel warm. Dan doe je je trui gewoon aan en hoef je geen jas aan. In de andere flap van de koffer, ik ga even zitten, want anders krijg ik pijn. Zitten BH's, badpak, wat statief dingetjes. Op oortjes, opladers, pijnstilling, een lampje, handgel. Wat korte broekjes voor gewoon in het huisje mee te chillen. Meer heb ik eigenlijk niet nodig. Ik ga mijn kleurboeken wel in doen. Die zie ik hier nu in één keer liggen. Ik denk, oh ja, die moet ik ook nog meenemen. Ik heb namelijk een kleurboek gekocht, jongens. Dan heb ik nog eens wat te doen op vakantie. En mijn laptopje, maar die hou ik lekker bij de hand in dat tasje. Samen met de rest van de kabels die ik nog moet pakken. Onder andere de kabels voor mijn camera. Ik moet alleen nog even een pedaalemmer. Een zak, een vuilniszak in de koffer doen. Ik deed ook. Kom hier ook in. Zo, pop ik hier tussen. De kamer is echt een bende als je het zo ziet, maar het valt echt wel mee. Het komt echt puur door die koffers. De laptop ga ik zo meteen opladen. De camera ga ik zo meteen opladen als ik aan het editen ben. Dan is dat hoef ik daar even om te kijken. Mijn oortjes opladen. Speakerboxje opladen. En dan hebben we zo'n beetje alles al gehad en opgeladen.
En is het een kwestie van wachten om morgen te vertrekken? Ik heb er wel zin in. Ik heb echt serieus heel veel zin in. De toilettas, dat is die koffer die je daar ziet staan. Daar zit mijn make-up in. En al mijn toiletartikelen. Dus shampootjes, cremetjes, van alles. Dus dat is handig. Dat heb ik al. En in die tas kan ik nu eigenlijk al wel vertellen. Of niet? Ja, want de dag dat dit online komt, dan is dat er al uit. In die tas zit een cadeautje voor mijn opa, of voor mijn oma. Sorry, niet voor mijn opa, voor mijn oma. Want mijn oma wordt 70 in het weekend dat we daar zitten. Dat is ook de reden waarom we daarheen gaan. Dus dat is leuk. En er zitten dus cadeautjes in. Ik heb versiering gekocht voor het vakantiehuisje. Ja, en cadeautjes. Dus dat zit allemaal in die tas. Dus één voordeel, die tas is tegen de tijd dat we teruggaan leeg. Alleen mijn handdoeken zitten daarin. Dus ik kan vuile kleding wat hier uitkomt, kan daarin. En de handdoeken kunnen eind van de rit of in die tas of hierin. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Dus uiteindelijk ga ik met een tas minder terug. Dus dat scheelt heel erg. En dat roze tasje wat er aan de kast hangt, daar zitten echt mijn dingetjes in die ik bij de hand hou. Dus mijn laptop, mijn leesboek, mijn opladers. Die zitten niet in de koffer, dus die hou ik lekker bij de hand. Maar dat is de koffer nu. En trouwens, hier zitten allemaal maskertjes in en maatverband en al dat soort dingetjes. Dus, dat is koffer 1. Ik ga nog even kijken wat voor jas ik meeneem. Ik wilde het zwarte jasje aan doen wat ik vandaag aan had, maar die is ergens ook wel weer heel erg warm. Ik weet niet echt wat ik mee moet nemen. Maar ik ga even de andere koffer nog checken. En dan heb ik alles. En mijn outfit vanmorgen ligt trouwens ook daar. Maar alleen mijn vestje ligt beneden. Ik heb een zwart wikkelvestje neem ik mee. Samen met een t-shirtje en een blauwe broek. En mijn Nike's, die doe ik morgen aan. Dus dat is helemaal top. Ik heb er wel heel veel zin in, jongens. Echt. Jongens, alles is ingepakt. Alles is klaar. Het is ingepakt. En ik ben eigenlijk best wel tevreden. Morgen alleen nog mijn kussen en mijn vliesdekentje. Maar dat is morgen een kwestie van oppakken en gaan. Ik ben best wel tevreden eigenlijk. Alles nu het laden wat er opgeladen moet worden. Alleen die camera nog niet. Mijn telefoon, ja, die neem ik ook maar gewoon mee. Ik ga de vlog nu editen, want die moet natuurlijk maandag online. En ik ben op vakantie. En ik neem de laptop, tenminste de edit laptop, niet mee. Dus dat ga ik nu doen. Oh, ik bedank je voor het kijken, jongens. Wil jullie weten hoe de komende vakantie gaat lopen? Check dan op woensdag de vlog. Komende woensdag, dus overmorgen voor jullie, komt er nog een vlog aan. Dat is de eerste vakantievlog en de volgende zal de maandag erop te zien zijn. Als het goed gaat met editen, als ik het red, want het is natuurlijk een switch op dezelfde dag. Dus ik hoop dat ik het ga redden. In ieder geval hoop ik voor jullie lekker de komende paar dagen, voor jullie lekker vast te kunnen leggen. En ik heb er heel veel zin in. Ik bedank jullie voor het kijken aan deze vlog. Kijk uit naar komende woensdag en dan zie ik je hopelijk woensdag bij de eerste vakantievlog. Doeg!